Zo, reden, goedenavond. Welkom. Ja, ik dacht natuurlijk al van welke kamer zijn we vanavond naar de film zitten. Para! Ja, ik had een brief gekregen op de kwart later dat ik dat week wel nodig zijn. Ja, sorry maar. Maak je uit. Het kan ook wel een teammate van mij, van mijn klimmen, tegen mensen. Zoals Frans hier, dat in de zaal. De mensen van City 100% die van wedstrijden doen. We hebben iemand die gaat klimmen voor Alex, tegen Alex en Chandler. Dus we hebben vandaag een heel goed publiek en we motiveren het om als finish race day. Ja, altijd een dankje meer dan normaal. We hebben trainen en de rest van vrij aan de hartslag. Zonder we beginnen met een warm-up. Op een gegeven moment gaan we naar de 80% en dan blijven we tussen de 80% en 92%. Je kan altijd even pas terugnemen als je denkt van nou, dat is nog erg hard. Luister wat naar je kan. We hebben vanavond een thema aangehouden, dat is Back to the 80s. Yeah. Yes. Dus alleen maar muziek uit de 80s vanavond. Juist. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, zorg dat je lekker zit. Thank you.
Maak je voeten los, haal ze uit je pedaal. En dan komen we lekker naast de fiets staan. Dat is waar ruimte voor, toch? Wat is het? Het is voor waar gaat. Het is fit. Zo, drie bijna. Wij van schouder naar schouder. Kijk even naar links. Wij hebben de buurman schouder opgegeven. Kijk even naar rechts. De andere buurman heeft de schouder opgegeven. Oké, ik wil jullie danken. Ik ben trots op jullie weer. Bedankt voor jullie komst en jullie deelname. Jullie steunen ons team hartstikke goed. Carlo, bedankt. En ja, ik heb nog best wel een paar belangrijke mededelingen. Vrijdag de 13e, durf je het aan. Vrijdag 13 februari is alweer de volgende race day. Vrijdag 13 februari. En dan hebben we 13 maart nog een race day en 10 april. Maar niet vergeten, zaterdag 7 maart hebben we een sportmarathon voor het goede doel. Met een spinningmarathon van 5 uur. Met een speciale gast. Een speciale gast. Hij is Erik Lul, hij is Mont Ventoux specialist en top. Met een visualite van de Mont Ventoux. Dat moet je echt bij zijn, dat moet je gezien hebben. Met beeld. Dus 5 uur spinning, die kan je inschrijven per uur. Beneden bij de balie, dan kun je de website eens inschrijfformulier. De line-up is bekend, onder andere Erik wilde een groentje bij zijn. Voor de rest, Erik geeft het begin met Robert, eerste uur, tweede uur, perfect uur oud. Derde uur, Erik Nolde, vierde uur, Carlo, vijfde uur, mijzelf, samen met Alexandra. Dus, groentje bij zijn, wil je gewoon niet missen. Geen excuus. Schrijf in je agenda, geef je op. Ja, en Joop is jarig. Het is eigenlijk is het Joop's verjaardagfeestje met de dieren. Ja. Op 7 maart.